Etappe 3, Loenen, 14,6 kilometer. Ja, en het was natuurlijk een prachtig schot van Hans van Riel, verantwoordelijk voor het parcoursje. En jullie allemaal, heel veel succes, heeft een prettige loop. Het is ideaal loop hier. En we zien elkaar weer terug. En dit is een gebied op een uur of 50. Ik ga het niet. Vandaag startte de derde etappe in Loenen. Voor de 60 kilometer lopers is dit hun tweede etappe. Het parcours voert de lopers over prima paden en door misschien wel het mooiste stuk van de Veluwe, de Loenenmark. Omdat de zorgboerderij iets van het Veluwe massief verwijderd ligt, zijn de eerste en laatste kilometers nagenoeg vlak. Op weg naar de Loenenmark moet er vooral geklommen worden. Terug gaat het voornamelijk bergaf. Erik Sanders is een klasse apart op de 60 kilometer en David Hemstede deelde ook weer rake klappen uit. Hoewel het met name op de Zilvertse Heide, prachtig gebied trouwens, en in minder mate op de Imbos, toch even pittig klimmen is. Vooraan het veld is Erik Sanders snel weg. David Hemstede heeft de gang er ook goed in. Gevolgd door Bernard de Boekhorst. Daarachter zitten diverse lopers. Jasper Springer, Shane Rookhuizen, Johan Katz, Ralf Apeldoorn en Luc Krotwaar. Rond de 10 kilometer valt het doek voor Bernard de Boekhorst. Een scheurtje in de kuit nekte hem. Door het uitvallen van Bernard is David een belangrijke concurrent kwijt en schuiven Luc Krotwaar en Johan Katz door naar plek 2 en 3. Pas Mekking heeft duidelijk zijn dag niet en moet laten lopen. Bij de dames 60 kilometer is de uitslag ook anders dan de dag ervoor. Inge Sletsens pakt 2 minuten terug op Marianne van der Veen. Helene blijft uitlopen, doordat ze een mooie 54-49 klokt. Op de 100 kilometer is het wederom Irene Kalter die de overwinning opeist. Jan de Brand eindigt keurig op de derde plek en verrassend pakt Mariette Spoelder de derde plek. De oorzaak van de avond van deze tweede of van derde etappe van de hardloopvierdaagse hier in Loenen. En wij zijn nu benieuwd wie dat zal zijn. Is het Erik Sanders of is het weer de man die vanmorgen ook die etappe won? Dat was natuurlijk ook een verrassing natuurlijk bij de mannen. Maar goed, we kijken even, is het losgelopen? Gert-Jan Liedjes is in ieder geval niet, want die liep gisteravond mee.
in de verte. Heel langzaam deze kant op. Ja, dat zie je. Werd begeleid door drie fietsers. Ja, dat heb je als je erop loopt, dan word je wel begeleid. En we worden gigantisch voor elkaar geslagen. Met de laatste meter, we waren een tijd van 48 minuten en een paar seconden. En vorig jaar zei ik al, hadden we 51 minuten. Maar toen hadden we ook een iets andere temperatuur, moet ik bijzeggen hoor. De man met 60-32, Erik van de Seizoen straks al. Hij als eerste hier vanavond binnen in 48 minuten en 54 seconden. En we zien twee mannen in dit kamp komen. We gaan naar 50 minuten. En als we dan hier zijn, dan een klein stukje. We gaan daar nog verder. Dan is het 51 voor de dag. Dan is die beurt er niet. Dan nog 50 minuten blijven nog. En nog 150 meter te gaan. Nou, we hebben een mooie tijd. We zien een losloper. We starten er 183. En is er loper. En dat is hier altijd maximaal van Eningen op de rubriek. Uit naar de 50 minuten en 40 seconden. Ja, die komen ze al heel snel met groepjes binnen. Mooi hoor. Het is leuk dat je steeds stuurt. Twee mannen schurken achter elkaar. Dan spaart je van 25 meter. En op plek 2, Ralf van Aandoren. Hij scoorde een tijd van 51 minuten en 50 seconden. En dan met 63 minuten. Dit is vlak achter. Mooi hoor. En dit is het Slijphuis. Ja, maar heel mooi. We zien de eerste man van de 100 kilometer. Dat is natuurlijk Ruud Krokkaard. Op de start in de 1069. Dat is Ruud van der Wal, kom eraan. En volgens mij is hier ook huis in de buurt, toch? Ruud is wat dan al 60 kilometer. En het is hier ook huis in de straat. En 61. Iemand voor je. Die heeft hier wat gewoon in de hoogte. Die heeft het afgelopen. Ah, kijk, die man 60-61 voor het stijl. Dat is voor jou de stilling van eigen. En Johan Kats. 53 minuten en een paar seconden. Morgen wordt die ijzersterk op die 20 kilometer. En dan hier natuurlijk weer 53 minuten. En dan richting 20 seconden. De man van Kapet Bria met 1018. Dat was hem ook als de inschrijver met 3-2-1. Want hij komt heel mooi binnen. Die houdt België, Aston, 53 minuten en 40 seconden. We zien iemand van het team houden, dus wel. Het is Hedloops, 1-6. Dat is de 3-6. 6-12. Dat is Bas. Bas, goed gedaan, jongen. 54 minuten en 40 seconden. Ah, kijk eens mooi. Prachtige stijl. Helemaal lekker komt hij binnen. Ronnie Duinkerken uit Rotterdam. Op een van de mannen van de 100. Morgen ook wel sterk. En nu ook voor in het veld. Wat wil je? Hele Klaassen die waar komen. En bij 66-70 zit er nog in het voor. Dat is voor Jasper van Engel. Eerste dame. Met 61-70 natuurlijk. Hele Klaassen. Die plaat krijgen. Van 54 minuten en 50 seconden. We zien binnenkomen van Eddie Rijswijk. Keurigheid, mooi stijl, 55 minuten en een paar seconden. Kijk eens mooi, 1072. Tot keurig weer. Flipplein en Eindhoven. Eindhoven was niet. De groep van alle liefde, de jongens van de hero. Binnen die vuur. En dat wordt een veel moeite aan, hè? Ja, die hond van jou, maar misschien een beetje. Misschien moet je een beetje gaan trainen. Ja, dat doe je wel. Dat is goed. Vooral dat je volgt en doe je gewoon mee. Laat niet je baan lopen, maar doe je zelf. Ja, heel goed. Voor Roberto Hofman is door van de Hofboulevard zitten. Ook al 56 minuten. En natuurlijk, de man in de eerbeweging met 1045. Die laat het ook halen. Helemaal goed. Hoi Dick.
Hoor je, Jan Pieter. En hier, Erik Dobba uit Eindhoven. Vlak daarachter van de drie. Edward Kessler van de Lopenbeer. Mooi stijl. Erik van der Helm, van de nummer 10. Steunen,